Hoi allemaal, wij zijn Jana en Marleine van Typisch Turnen en welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag ga ik Marleine mijn opsprong op balk leren, namelijk losse radzag. Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik ben heel erg benieuwd of het een beetje gaat lukken. Ik hoop het wel. Ja, en onze eerste stap zal zijn is dat wij onze truien aanlaten. Want toen ik het voor het eerst deed, had ik hier wat schaafwondjes en blauwe plekken. En dat willen we voorkomen. Ja, yes, laten we beginnen. Ja, go naar de balk. Oké, als jij een matje pakt, ja, pak ik de plank. Is goed. Ja. Zo? Yes. En alles voor de veiligheid. Dus deze ook op de plank, zodat je niet terug kan vallen. Zodat je niet op de randje valt. De randje. Oké, stap 1 is, we zetten onze handen op de rand van de plank en dan maken we een radslag. Moet ik mijn handen ook gelijk zo doen? Nee, dat hoeft niet per se, maar dan hou je een beetje tegen. Oeh, ja. Zelfs voor mij is dat nog lastig. Ja, oké. De volgende stap kan zijn is dat we met één hand proberen. Dan zet ik die andere toch erbij. Ja. Zou ik nog eens een keertje proberen? Ja. Yes, je deed het nu al bijna. Dan gaan we met de ene hand die je dus niet gebruikt, gaan we de balk pakken. Dus even kijken in zo'n motion, die zit op de grond. En deze leg ik zo. Dus je dichtbij zijn en rechtop. Ja. Dus volgens mij doe je dat op dezelfde kant op. En de ander leg je hier zo in je kuiltje. Ja. Kijken. Yes! Ja! Dat is wel echt gek. Ja, het voelt gek, ja, hè? Voor mij ook, hoor. Yes! Dat ging aardig goed. Mooi. Oké, nu komen we eigenlijk al bij het stapje van daadwerkelijk doen. Dus we zetten de plank iets naar achter. En het is de bedoeling dat je, deze had je al geoefend, die in je kuiltje, maar die ander dus ernaast. Dus zo'n landje. Welke doe je als eerste? Doe je tegelijk? Nee, het gaat wel één voor één, maar bijna tegelijk. Okay. Doe dus je moet het gewoon durven. Even kijken. Oh ja, die buitenste gaat wel echt net ietsjes eerder. Ja, andere dus ik begin hem bij mijn aanloopje, soort van aanloop. Ga ik hier omhoog en dan laat ik me zo vallen. Oké. Nou, vallend! Ik weet niet of ik hem gelijk durf, hoor. Oh, dat is echt zo moeilijk. Die heupen pakken of zo. Oh, sorry. Ik mag eigenlijk niet lachen, maar ik draai het niet. Wow, dat is echt heel raar. Ah, het is weer leuk voor de bloopers, Marleine. Dat gebeurt altijd weer wat. Ik heb die balk. Het is gewoon niks. Oké, je moet je gezicht niet aan die kant, maar aan deze kant houden. Ja, dus je moet echt een soort van knuffelen met de balk. Dat is heel groot. Knuffelen. Ja, dit is, ja. Want in één keer staat er niks meer op de grond. Nee, ja, misschien kan je ook wel slow motion. Ja. Dat kan dus niet. Luchtig. Ja. Okay. Dan hoef je niet te vliegen. Als ik het een beetje in slow motion doe. Ja. Ja, en maar wel iets sneller dan dit. Anders kom je er echt niet. Nee, oké. Maar nu heb ik in ieder geval een beetje gevoeld wat je moet doen. Zie je, dat helpt, dat kan best wel, hè? Ja. Ik zat echt... Ja. Oké, Ja, maar dit is wel beter, want nu voel ik zeg maar wat ik moet doen. En net bij die eerste dacht ik echt wat ik doe. Ja, oké. Snap ik wel. Ga je echt met je gezicht tegen dit ding aan? Nu ging ik echt zo headfirst. Oh, het is echt moeilijk. Ja, wel een beetje apart. Het is toch een C op schoen? Ja. Ja, dat bedoel ik. Oh. Het zou wel cool zijn als je het kan. Ik doe wel denk ik de plank ietsjes verder. Want... Ja. Kijk uit dat je straks geen blauwe ogen hebt, hè? Heb ik dat nog niet? Daarom hebben we dit matje hier. Ja. Ja, die ging goed. Het is wel beter als de plank verder weg staat. Dan sta ik niet zo dicht met mijn gezicht erop. Oh ja. Maar als dit goed gaat, dan kan je gewoon steeds meer iets meer veren. Ja. Iets meer. Okay. Hallo. Nice. Alleen nu wil ik ook zo eindigen. Oké, plank verder. Dan wordt het nog makkelijker. Oké, dan moet je nu echt een beetje veren. Doe jij nog eens, Tetje? Ik moet voor mij de plank nog iets verder, want anders kan ik wel nog gezicht tegen. Ah, nice. Oh, goed zo! Hallo! Yay. Je kan hem gewoon al! Nice! Oké, ik ga niet weer vangen. Oh! Ja, dit kan jij. Ja, als je terugvalt, dan doe ik wel even zo. Ja. Met een kontje. Dat vind ik echt leuk. Nieuwe opsprong. Ja! Yay! Oké, nu ga ik even een afstandje kijken. En dan ga ik even kijken of je een zweeffase hebt. Oh ja. Want dat is wel een vereiste. Ja. Anders is het geen onderste gat. Anders, ja. Nice, dit gaat echt goed. Oké, deze hangen we weg. Dan zie je de plank beter. Oh ja. Ja, goed zo. Ik zit nog. Probeer nog iets meer recht over, want je gaat nu een beetje schuin. Zo schuin. Dus je moet je voeten echt in dat dak. Ik doe nog ietsjes verder. Ja, dan kan ik ook iets meer zweven dan als hij dichtbij staat. Ja, klopt. Oeh. Ja! Oh, bijna! Oké, we gaan voor het echte werk, dus we halen deze weg. En dan kijken of het nu ook lukt. Wil jij er nog één keer naast staan dan? Ja? Okay, dan moet wel aan deze kant. Ja. Maar nu ga je echt wel met je. Het ziet er zo makkelijk uit. Het is echt, maar als je het niet zo heel moeilijk. Kijk hoe snel je het hebt geleerd. Ja, best wel goed. Die hand doet iets geks, maar op zich, je kan daar niet aftrek voor krijgen. Als je zweeffase hier gewoon is, dan maakt het op zich niet heel veel uit. Maar het is voor jezelf misschien een beetje... Oh, het doet wel echt spijt. Ja, ik wou zeggen, spierpijn en zweetpijn. Oké, we hebben eventjes geoefend en we gaan er nu achter komen of het Marleine is gelukt om mijn opsprong te leren. En we zijn nu 10 minuten bezig, dus kijken of het er gelukt is. Nou, nieuwe opsprong voor jou. Jee, ik vind het echt leuk. Ik had echt niet gedacht dat ik hem zo snel kon leren. Nee. Ik dacht echt, het ziet er makkelijk uit, maar ik dacht waarschijnlijk is het echt niet te doen. Ja, je moet het even doorhebben en dan is het te doen. Ja. Dat zie je maar weer. Ja. En nu moet je wel blijven oefenen, hè? Ja. Ik kan niet in je oefenen. Ja. En ik doe nog steeds mijn hand zo recht en die wil ik eigenlijk wel krom nog. Dat is mooier, denk ik. Ja, het is wel mooier, maar het mag wel zo. Dit was helaas de video alweer. Vond je de video nou leuk? Doe dan een blauw duimpje omhoog. En vergeet je niet te abonneren op ons kanaal. Jee. Tot de volgende video. Doeg!